Zonnebrillen beschermen je ogen tegen de zon. Tegenwoordig brengt een zonnebril veel meer, namelijk een imago. Je laat zien dat je succesvol bent. Daar gaan we het over hebben, deze uitleg. Waar gaan we het over hebben? Wat zijn middelen? Wat zijn primaire en secundaire behoeften? Wat is schaarste en wat is welvaart? Als eerste, de middelen die wij hebben zijn beperkt. Dan moet je denken aan, als het gaat om consumenten, gezinnen, om tijd en geld. Dat is in beperkte mate aanwezig. Ook als je een miljard hebt, is je geld nog beperkt, want je hebt maar een miljard en er zitten 24 uur in een dag. Maar ook bedrijven hebben beperkte middelen en dan zijn dat de productiefactoren, kapitaal, arbeid, natuur en ondernemerschap, afgekort KANO. Dat zijn de factoren waarmee bedrijven kunnen produceren. En ook daarvan hebben zij maar een beperkt aantal. Hè. Er zijn maar een beperkt aantal mensen in dienst. Elke persoon kost weer extra geld. Dus een bepaalde hoeveelheid machines. En daarmee moeten ze het doen. Die is beperkt. Goed, nou wat zijn dan behoeftes? Nou, behoeftes zijn bijvoorbeeld dingen als behoefte aan transport. En daar kunnen we op verschillende manieren invulling aan geven door producten of diensten van bedrijven te kopen. He, als je behoefte hebt aan transport, kan je een auto kopen, kan je met de trein gaan, kan je met een bakfiets van A naar B gaan of met een motor. Dus dit zijn allemaal producten die inspelen op onze behoefte aan transport. Zo hebben wij ook behoefte aan ontspanning. Zeker als we een dag hard hebben gewerkt, dan kan je naar een attractiepark gaan. Of je kan naar een wellness gaan om lekker een dag te ontspannen. Of je kan gewoon in de natuur een rondje lopen of van het uitzicht genieten. Of je kan in een hangmat gaan liggen. Dus er zijn verschillende producten en diensten waarmee jij je kan ontspannen. Nou, behoeftes kan je onderverdelen in primaire en secundaire behoeftes. Primair zijn de behoeftes waaraan je voldaan moet hebben om sowieso te kunnen overleven. Dan moet je denken aan eten en drinken, aan kleding en aan een dak boven je hoofd. Secundair zijn alle andere behoeften. Dus bijvoorbeeld de behoefte aan transport en de behoefte aan ontspanning zijn secundaire behoeftes. Middelen zijn alternatief aanwendbaar. Wat bedoelen we daarmee? Nou, we hebben gezien de middelen zijn beperkt. Tijd en geld en de productiefactoren. Onze behoeftes die zijn onbeperkt. Nee, want eerst was een zonnebril alleen maar voor onze behoefte aan bescherming tegen de zon. En nu gaat het ook om onze behoefte aan imago. Dus die behoeftes zijn onbeperkt, die blijven maar groeien. Nou, wat moet je doen als je beperkte middelen hebt en onbeperkte behoeftes? Dan moet je keuzes maken. En je kan jouw middelen, jouw tijd en jouw geld dus aan verschillende dingen besteden. Maar je moet wel kiezen, want je kan niet alles tegelijkertijd. En daarom noem je het dat die middelen alternatief aanwendbaar zijn. Die zijn op verschillende manieren in te zetten om aan je behoeftes te voldoen. Ga je geld gebruiken om wat eten te kopen of ga je geld gebruiken om wat kleding te kopen? De middelen zijn alternatief aanwendbaar. Je moet keuzes maken en dus ook prioriteiten stellen. Wat vind je belangrijk? Wanneer is iets in economische zin schaars? Als eerste, er moet iets worden opgeofferd om het te verkrijgen. Dus bijvoorbeeld tijd of geld of die productiefactoren. En er is een beperkte hoeveelheid ten opzichte van de behoefte. Denk dus aan tijd, aan geld, aan arbeid, aan grondstoffen. Maar zon en regenwater, die zijn niet schaars. Want voor zon is er niets opgeofferd. En voor regenwater is er ook niets opgeofferd. Drinkwater is in economische zin wel schaars, want dat is eerst gezuiverd voordat we het kunnen drinken. Regenwater komt zo uit de hemel vallen. Daar is niets voor opgeofferd, dus dat is in economische zin niet schaars. Alhoewel je je natuurlijk wel kan voorstellen dat in een woestijn regenwater wel schaars is, maar in economische zin is het dus geen schaars product. Nou, er zijn twee visies op de welvaart, namelijk de welvaart in ruime zin. Dan kijk je naar de mate waarin in de behoeften van mensen wordt voorzien. En je kijkt ook wel, als je kijkt naar de welvaart in enge zin of in beperkte zin, dan kijk je naar bijvoorbeeld iets wat je kan uitdrukken in getallen. Bijvoorbeeld het bruto binnenlands product of de koopkracht. Tot zover. Samenvatting. Behoeften zijn onbeperkt. Middelen zijn beperkt. Daarom is er schaarste en moeten we keuzes maken. Welvaart in enge zin is vast te leggen in cijfertjes. Welvaart in ruime zin, dan gaat het om onze behoeftes waarin we invulling hebben gegeven.
Tot zover. Dankjewel. Vergeet niet even te liken en te subscriben. En heel veel succes. Je bent goed bezig.